Vriendschap is niet te koop. In de klas zit een meisje die er niet echt helemaal bij hoort. Hebben jullie die nieuwe bontjes gezien van haar? Zo lelijk. Ja, en kijk die make-up, ze lijkt naar een clown. Huh? Hebben ze het nu over mij? De klasgenoten bedenken een plan om heel rijk te worden. Hey! Wat heb je leuke bontjes aan? Heb je zin om met ons mee te gaan? We hebben heel erg veel leuke plannen. De klasgenoten kijken nieuwsgierig toe of het plan lukt. Pak maar je blauwe rekenboek, blok 2, les 3 maken. Deze les is met twee tallen, dus gaan we met je schoudermaatje deze maken. Mag een ander schoudermaatje? Ik snap wel dat je liever naar Jordi wil zitten. Jordi, als jij even op de plaats van Andrea gaat, dan wisselen jullie even om. Ik ga echt niet werken met haar, hoor. Ja, ik snap het wel. Want dan krijg ik haar bonnetje als dat hier. Het tweede deel van het plan wordt uitgevoerd. Dus ik moet spullen meenemen om vriendinnen te worden. Ja, dat klopt. Oké, dan neem ik morgen wel spullen mee. Hé, dames, wees eens even stil. Ik ga jullie nu de staatdelingen uitleggen. Oké. Andrea zit thuis na te denken wat ze mee kan nemen voor haar klasgenoten. Nou, wel leuk dat ik nu eindelijk vrienden heb. Wel erg jammer dat ze daar spullen voor moeten hebben. Toch besluit Andrea spullen te pakken. Zelfs de hond besloot ze mee te nemen voor haar klasgenoten. De volgende dag komt Andrea aan op school. De klas zat haar al op te wachten. Zou ze zo komen? Ik hoop het wel. Ik hoop maar dat ze de spullen bij zich heeft. Als ze niks bij heeft, dan heeft ze een probleem. Hé, daar komt ze al. Wat heb je voor mij meegenomen? Heb je voor mij ook wat meegenomen? Andrea zet de spullen neer op een tafel, zodat iedereen kan kijken wat ze willen hebben. Het hondje is natuurlijk ontzettend populair. Leuk! Hé, waar gaan jullie heen? Wacht op mij! Binnen hebben ze alleen maar aandacht voor het hondje. Hij is lief, hè, mijn hond? Jouw hond? Het is niet mijn hond. Maar ik dacht dat ik nu vriendinnen met jullie was. Ja, dat is ook zo. Ja, dit is ook ja, zo. Ja, je bent onze BFF. Wat doe dit nou? Diezelfde dag komt er een nieuwe leerling in de klas. Hoi. Hoi, Julissa. De klas probeert meteen op haar in te praten. Hé, hey, we hebben een rijk meisje in de klas. Die heeft geen vriendinnen. Oké. Wat moet ik er dan mee? Dan doe je alsof je haar vriendin bent en dan krijg je heel veel coole spullen. Oké. Jongens, stoppen met kletsen. Pak jullie taalboeken maar. Jalissa en Andrea werken samen. Hé, hey, vind je het eigenlijk wel leuk in de klas? Eerst niet, maar nu wel, want ik heb nu heel veel goede vriendinnen. Maar zijn dat wel echt je vriendinnen? Ja, hoezo? Ik hoor eigenlijk alleen maar dat ze met je vriendin zijn omdat je hun dure spullen geeft. Ja, dat weet ik. Maar anders heb ik geen vriendinnen. Maar je weet ook dat vriendschap niet te koop is. Ja, maar wat moet ik dan doen? Jalissa geeft goed advies aan Andrea. Oh, dat vind ik wel heel erg aardig van je. Later die dag geeft de juf een andere les. Pak jullie spullen maar allemaal. Ja, juf. Oh, wacht, ik zie een vinger. Zeg het maar, Jalissa. Maar ik wil eigenlijk iets heel belangrijks bespreken, juffrouw. Oh, vertel maar wat je wil. Maar ik heb iets gelezen over kinderrechten. Jalissa, kan dat niet straks? Ik wil graag met de les beginnen. Nee, dat kan niet, juf. Het moet echt nu. Luister maar. Oké, vooruit. Zeg het maar. Ieder kind heeft recht op respect en te zijn wie hij is of zij is. Klasgenoten mogen een medeleerling niet gebruiken om onrechtmatig spullen te verkrijgen. Nou, Jalissa, dat heb je al mooi gelezen, maar wat wil je daar precies mee zeggen? Hé, hey, wat is er, Andrea? Nou, dat verhaal gaat eigenlijk een beetje over mij. Weten jullie er meer van? Het gaat over ons. Hé, wat zei jij daar? Juf, ik ben bang dat het over ons gaat. Ja, dat merk ik. Ze is helemaal aan het huilen. Ja, juf. We hebben haar eigenlijk omgekocht voor vriendschap. Wat is dat nou voor onzin? Heeft iedereen hier iets mee te maken? Ja, juf. Ik ook. Ja, en ik ook, juf. Daar zou jij dan ook wel weer wat mee te maken hebben, hè? Ja, juf. Sorry. Nou, sorry. Ik denk niet echt dat dat genoeg is. Wees maar eens heel aardig tegen Andrea. De kinderen moeten beginnen met het teruggeven van de spullen die van Andrea zijn. En zelfs de hond is uiteindelijk weer teruggegeven. Dus jullie gaan er nu voor zorgen dat Andrea zich ook een beetje thuis voelt in deze klas? Ja, juffrouw. Dit moeten de klasgenoten eerst nog maar even bewijzen. Zullen we vragen of we mee mogen doen? Ja, als ze dat willen. Oh! Nee! Zullen we vragen of Jalissa en Andrea ook mee willen doen? Ja, goed idee. Kom, dan gaan we ze halen. En net als Jalissa en Andrea op hun aflopen... Hi. Willen jullie met ons meespelen? Lijkt ons wel gezellig. Wat leuk! Kom, we gaan daar spelen. Ze hoefde het niet eens zelf te vragen.